We zijn hier in Leiden omdat in Leiden de levens van de verschillende gezinsleden van Gogh samenkomen. Tussen 1878 en 1909 woonden hier een groot aantal leden van het gezin. Eigenlijk alleen Vincent en Theo en kleine Cor niet. Maar alle andere leden van de familie hebben een band met de stad. En er zijn dus ook verschillende huizen en plaatsen in de stad die samenhangen met de familie. Mijn naam is Willem-Jan Verlinde en ik ben auteur van De Zussen van Gogh. Bij het schrijven van Hoe ik van Londen hou kwamen de drie zussen Annelies en Wil al een keer voor. En ik merkte dat de beschikbaarheid van materiaal groot was bij dat schrijven, bij het materiaal van Vincent zelf en het materiaal wat er over geschreven was. En dat wierp eigenlijk de vraag op of dat ook niet mogelijk zou zijn voor die zussen. En daarmee werd eigenlijk de eerste acute vraag gesteld van: moet er niet een onderzoek komen naar de zussen van Gogh? En een onderzoek werd een boek. Als je er van buitenaf naar kijkt, heeft het boek een hoog gehalte van menselijke ellende. Maar de mensen die zelf hun leven in het boek leven als personage, zijn dat waarschijnlijk helemaal niet met je eens. Het gaat om mensen die geloven in het goede, in een sterke band als familie, als mensen uit dezelfde klasse om hen heen. En zij zijn gewend om eigenlijk de situaties die op hun afkomen te nemen zoals ze komen, met het vertrouwen in elkaar en met het vertrouwen in de toekomst, die nog wat groter is dan bij ons tegenwoordig. Want hun toekomst betekent ook God en de hemel. Het is bijzonder omdat het een persoonlijke kant heeft en een technische. Het persoonlijke is dat ik zelf geboren ben in een van de plaatsen die in het boek uitgebreid aan de orde komt. Dat is Helvoort. De Van Goghs gingen daar wonen in 1871 en heel toevallig werd ik er 100 jaar later in 1971 zelf geboren. Groeide dus met het Van Gogh verhaal op in mijn jeugd. En het tweede aspect is dat dit boek een resultaat is van een lange zoektocht en een onderzoek wat ruim 4 jaar heeft geduurd. En wat toch wel een persoonlijke overwinning inhield in die zin dat het mogelijk bleek om veel materiaal boven tafel te krijgen. Maar dat niet alleen, maar dat het ene archiefstuk of de ene brief de andere inleidde. Dus er was een heel mooi overloop van documenten. Een hele mooie ontwikkeling die het verhaal zelf eigenlijk dicteerde bijna. En dat heb ik met heel erg veel plezier gedaan en daar heb ik heel veel van geleerd. Ik kan wel zeggen dat me dat mede gevormd heeft.